Mijn naam is Rianne van de Ontmoetingswinkel. Omdat de Ontmoetingswinkel op een centraal punt staat, is het heel makkelijk dat, en ook door het laagdrempelige van de tweedehands kledingwinkel, maakt het heel laagdrempelig inderdaad dat de mensen makkelijk aansluiten en een praatje maken, een bakje koffie drinken en gewoon elkaar ontmoeten. De ontmoetingsplek. Wat maakt het fijn om elkaar te ontmoeten in de ontmoetingswinkel? Dat is inderdaad elkaar terugvinden, samen iets nieuws ontdekken en nieuwe contacten leggen. Dat is heel belangrijk, jongens, heel belangrijk. Een belangrijk punt is dat wij ook de mensen kunnen bereiken die echt hulp nodig hebben. Dus niet alleen de mensen maar die het alleen maar voor het sociale praatje komen, maar ook de mensen die extra hulp nodig hebben. En dan denk ik aan de puberkast. Daarin liggen alle artikelen voor de lichamelijke verzorging, waar iedereen in de gemeente Steenbergen gratis gebruik van mag maken. Een tip eigenlijk voor iedereen: ga er niet naar kijken wat jij zelf wil, maar ga er naar kijken wat jouw cliënt of bezoeker wil. Stel altijd die vraag aan jezelf en luister naar de mensen. Dat is het enige wat ik iedereen mee kan geven. En jongens, het werkt. Ik ben Margo Emmen en ik werk voor het Huis van Morgen. Het Huis van Morgen is er om eigenlijk iedereen die te maken krijgt met lange zelfstandig thuiswonen te ondersteunen met behulp van hulpmiddelen die jou kunnen helpen om langer je eigen regie te voeren, in je eigen huis te blijven wonen. Dat doen wij door het geven van informatie, adviezen. We verkopen niks, maar we willen mensen juist motiveren en inspireren om aan de slag te gaan om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De buurt waarin je woont is ontzettend belangrijk. Op het moment dat je een goed sociaal netwerk hebt in jouw omgeving, dan ervaar je een beter gevoel van welzijn. Bij een beter gevoel van welzijn ervaar je een beter gevoel van gezondheid. En op die manier kun je langer zelfstandig in je eigen huis blijven wonen. Wat ik de professionele organisaties wil meegeven, is dat zij meer kijken naar de behoeften van de cliënt. En dat kan bijvoorbeeld door de inzet van zorghulpmiddelen. Dus niet alleen maar handen aan het bed, maar de eigen regie bij de cliënt, bij de bewoner neerleggen, zodat je als organisatie ook een stapje terug kunt doen. Ik ben Annemarieke van Peppe, kunstenaar. Als kunstenaar houd ik me vooral bezig met impact art projecten, wat inhoudt dat ik een vraag heb, een maatschappelijke vraag, een vraag over de tijdsgeest. En dan probeer ik door middel van zo'n kunstproject zoveel mogelijk mensen te betrekken in mijn onderzoek. Ik heb het antwoord niet en ik hoop dus met elkaar een antwoord te vinden, of niet, dat kan ook. Maar dat proces, dat zorgt ervoor dat je verbinding hebt, dat je beter in elkaar kan inleven en daarmee is er contact. Als je kijkt hoe kunst je thuisomgeving of je leefomgeving kan verbeteren, dan denk ik dat dat niet per se altijd een kwestie is van dingen mooier maken, maar vooral van anders leren kijken en ze opnieuw leren waarderen. Dat geldt voor je huis, dat geldt voor je wijk, voor je stad, je provincie, je land. Soms zijn dingen misschien niet mooi, maar door anders ernaar te kijken krijgen ze een nieuwe schoonheid en een nieuwe betekenis. Oké, wat ik graag zou willen meegeven is: blijf investeren in het aanjagen van anders kijken. En kunst is anders kijken. En daarmee gaan we zoveel winnen. We gaan empathischer zijn en we gaan creatiever oplossen. Dus blijf investeren in anders kijken.